Het is altijd handig om screenshots te kunnen maken. En daar zijn allerlei mogelijkheden voor. Maar als je echt screenshots wilt maken, gebruik je natuurlijk Skits. En dan kun je je gemaakte screenshots ook nog eens uitgebreid of minder uitgebreid bewerken. Je kunt Skits op je smartphone, tablet of PC gebruiken. Wat je ermee kunt, zie je in deze how-to. Ik start Skits via een tegel op het startscherm van Windows 8. Ik laat hier Skits Touch zien, die je ook op je smartphone en tablet kunt gebruiken. Er is ook een versie van Skits voor de PC. Die laat ik zien in een andere how-to. Je ziet direct dat je Skits heel goed in combinatie met Evernote kunt gebruiken. Dat doe ik nu niet. Ik gebruik de standalone mogelijkheden van Skits. Links zie je vijf mogelijkheden. De eerste maakt gebruik van je webcam, via camera-opties. Zie je dat je de fotoresolutie kunt instellen en dat je videostabilisatie kunt inschakelen. Via meer kun je helderheid en contrast instellen en eventueel de vernieuwingsfrequentie aanpassen. Als je de timer inschakelt, heb je drie seconden voordat de screenshot wordt genomen. Als je in de foto klikt, maak je een screenshot. Deze kun je bijsnijden. Als je op OK klikt, kom je in de bewerkingsmodus. Daarover meer in de volgende How-To over Sketch. Ik sluit dit screenshot af zonder opslaan en keer terug naar het startscherm. Heel handig is de optie kaart. Rechtsboven kun je zoeken naar de locatie die je in beeld wilt brengen. Je kunt dan nog uitzoomen en eventueel weer inzoomen en de kaart verslepen naar de gewenste positie. Als je klaar bent, klik je op opname. Ik keer terug naar de startpagina zonder op te slaan. Met foto's maak je niet zozeer een screenshot. Maar kun je een foto van annotaties voorzien? Meer hierover, zoals gezegd, in de volgende hout toe. Plakken gebruik je als je een foto via kopiëren op je klembord hebt geplaatst. Ik heb naar foto's gezocht via Google-afbeeldingen. Ik kopieer deze foto via de rechtermuisknop. Ik keer terug naar Sketch en klik op Plakken. De foto komt in beeld. Via het vinkje rechtsboven zet je de foto op de startpagina van Skitch. Met blank kun je zelf een Skitsnotitie maken. Via de knop Info geef je een titel aan een notitie. En druk je op de Enter-toets. De instellingen open je met de Windows-toets plus de I. Als je kiest voor Mijn account, kun je inloggen met je Evernote-account. Verder bieden de instellingen niet veel verrassingen. Als je in een notitie de instellingen opent, kun je ook hier een titel geven aan je notitie. In de volgende How-To laat ik zien hoe je sketsnotities kunt bewerken en exporteren. Tot zover deze How-To.